beetje vlugger, toe nou. Ik kan me gelukkig niet op. Nou, Pierenwiet heeft zeker wel haast. Wat je zegt. Vrouw Barbara, hij heeft er een. Hij is prachtig, hij is fantastisch, te gaaf. Wat heb je, Pierenwiet? Hij moet een nieuwe kap, bellen, zitstok, een koord. En ik wil schoenen, een slee, een tas, een fluit, een blok. En een kooi. En bovenal meer geld. Sire, voor een goudstuk maakt u kennis met een fantastische truc. Nou, Dank u. Nou, denkt u aan een getal tussen de 1 en 10? 8. Mis, verloren. Johan, was hij braaf? Pierenwiet, jij deugt niet. Ik wil mijn goudstuk terug. Ja. Is hij niet prachtig, sire? Ik geef hem de naam Romulus. Johan, hoe komt Pierenwiet aan die valk, zeg? Een koopman verkocht hem voor een stuiver. Het beest is slap, zwak en lusteloos. Maar zeg het niet aan Pierenwiet, want hij is er zo blij mee. Kom op, Johan, dan kun je zien hoe Romulus zijn eerste les krijgt. Maar Pierenwiet, je weet niks van valkendressuur. Dat had je gedacht. Nog meer oogst voor die ellendige korthoorn. Ja, wat kunnen we doen? Zolang hij de prins van Schoonburg gijzelt, moeten we gehoorzamen. Uit de weg, slaven! Het is korthoorn! Vlugger, Boris, vlugger! Ja, korthoorn. Waar moesten zij zo vlug naartoe? De prins is ontsnapt uit het slot. Is hij vrij? Vlug dan, we moeten onze jonge prins vinden voordat korthoorn het doet. Leef onze prins! Toch moet ik de prins weer vangen. Met zijn leiderschap brengen de boeren mij ten val. We kunnen beter spreiden, heer. Ik doorzoek het korenveld. Daar is die. Laat de prins niet ontsnappen. Les 1. Zorg dat de valk uit je hand eet. Let op. Romulus, kom eens kleintje. Kijk eens wat een lekker vleesje. Vers van de slager. Romulus... Nou kom je hier, ellendig rotbeest. Geduld, Pierenwiet, geduld. Beweeg eens en nu eten. Kom op mijn hand. Kijk, Johan, eindelijk gaat hij dan toch het... Romulus, stop, Johan. Hou vast, Pierenwiet. Wel heb ik. Ja, Romulus is een vegetariër. Zijn vader was zeker half konijn. Oh, wat grappig. Wacht maar. Doe maar, Romulus, achter dat konijn aan. Hij is in het bosje verdwenen. Daar komt hij weer. En hij heeft een mandje met Smurf bij je. En Smul Smurf? Johan, Pierenwiet, dat beest pikt al onze Smurf bij je. Oh, die smult nog meer dan Smul Smurf doet. Johan. Grote Smurf. We dachten dat Smul Smurf er geweest was, maar Smurf zei dank is die valk van jou. Romulus is niet van Johan, hij is van mij, grote Smurf. Oh, wat is hij leuk, zeg. Het spijt me dat hij stoorde bij het smurfbijen plukken. Smurf er niet langer over na, Johan. We zijn blij met jou en Pierenwiet, want jullie zijn onze vrienden. En waar zijn vrienden anders? Fijn je te zien. Moet je eens kijken, Smurfen, wat ik die knappe vogel heb geleerd. Romulus, dans. La 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 in de maat la la. Vangen! Nou, wat zeg je daarvan? Dat was erg mooi, Pierenwiet, maar we moeten weer terug naar het kasteel en de smurfen willen vast ook weer terug. Wacht! Eerst moet je zien hoe goed Romulus kan ruiken. Pierenwiet, kom terug! Ik verstop in het bos en als ik fluit, komt Romulus me zoeken! Het spijt me, smurfen. Ga maar vast als je wilt. We zijn gek op verstoppertje spelen. Nu ben ik ver genoeg. Even fluiten om Romulus te... Aha, daar heb ik je dan. Korthoorn zal in zijn nopjes zijn. Geef me zijn jutezak. Waar blijft Pierenwiet nou toch? Nou, ik denk dat we maar eens teruggaan. En hoe donkerder het smurft, hoe moeilijker het smurft om iemand te vinden. Want 's nachts zijn alle katten grijs en... misschien moeten we op zoek gaan naar hem. Wacht, daar is hij. Pierenwiet! O jee. Johan, waarom rent Pierenwiet toch weg? Ik weet het niet, Smul. Pierenwiet, kom terug! Johan, help! Help! Dat is Pierenwiet. Wie is dat dan? Geen tijd om uit te zoeken. Pierenwiet is in gevaar. Help! Koest jij, geef me nog een zak. En deze keer een zak zonder gat erin.
Pierenwiet, waar ben je? Pierenwiet! Pierenwiet! Pierenwiet's petje. Paardensporen. Oh jee, misschien is Pierenwiet wel gesmurfnept. De schurken zijn niet ver. We volgen ze. Bijaard! Bijaard! Misschien weet hier iemand iets over Pierenwiet en zijn ontvoerders. Wacht maar hier, smurfen. Hallo? 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 Is daar iemand? Lieve hemel, wat is hier gebeurd? Bandiet, was het nog niet genoeg? Wacht toch, ik ben geen bandiet. Ik ben op zoek naar mijn vriend. Een merkwaardig blond kereltje? Ja, dat is Pierenwiet. Soldaten namen hem gevangen. Ze kwamen hier terwijl uw vriend om eten vroeg. Plotseling kwamen de kwade boeren en vielen de soldaten aan. De boeren grepen uw vriend en smeerden hem met de soldaat op hun hielen. Dit zwaard draagt het zegel van Schoonburg. De soldaten hadden het over Schoonburg en een zekere graaf Kortehoorn. Dan moet ik met hem gaan praten. Kasteel Schoonburg, dat kan gevaarlijk worden, vrienden. Nee, Johan, wij gaan mee. Pierenwiet is ook onze vriend. Ja, en grote smurf zegt altijd eens een vriend, altijd een vriend. Want een goede vriend is een vriend tot het... eind. Wat? Jij liet hem ontsnappen? Jij liet prins Schoonburg ontsnappen? Nu komen de boeren in opstand en wij belanden in de kerker. En wij dus ook. Laten we ons nou bij de boeren aansluiten en ze helpen het kasteel in te nemen. Goed, dan blijven we tenminste jonkers en worden we raadgevers van de jonge prins Schoonburg. Goed idee. We gaan die boeren zoeken en vlug. Het kan me niet schelen hoe, maar vannacht moet de prins in onze handen zijn. Heer, een jonge knaap genaamd Johan wenst met u te spreken. Zeg hem op te rotten. Ik zal oprotten als mijn vriend Pierenwiet gevonden is. Ik weet niets van een Pierenwiet. Donder op! Uw mannen hebben Pierenwiet ontvoerd. Onmogelijk! Mijn mannen zaten achter de prins... een schoffie aan. Ik zag degene die u bedoelt. Hij en mijn vriend Pierenwiet zijn net een tweeling. Pierenwiet is per vergissing ontvoerd. Oh, maar dat verandert alles. Wacht hier. Oh, die domme boeren zien die Pierenwiet aan voor de prins. Heer, verraad, heer. De jonkers sluiten zich aan bij de boeren. Het kasteel is gevallen. Maar... ze hebben niet de echte prins. Daar is Kortehoorn. Grijp de verraders. Te laat, heer. Redden. Johan, ik vertrouw die Kortehoorn niet. Vlug, Boris. We hebben nog een kans. Donderaardse gang. Wat zullen we nou krijgen? Zo, ons tegenhouden terwijl Kortehoorn er vandoor gaat. Nee, luister. Ik wil jullie helemaal niet tegen... gooi hem in de kerker. Laat me toch. Ik ben geen vriend van Kortehoorn. Oef. Johan had gelijk, grote smurf, het is hier gevaarlijk. Ik ben hier gekomen om een kameraad te zoeken. Laat me los. Wat een ellende. Het spijt me dat ik jullie hierin heb gehaald, maar jullie kunnen mij misschien nog hieruit krijgen. Smurfen? Oh nee, nu zit ik helemaal in de puree. Prins Schoonburg wenst u nu te zien. Wie is die prins Schoonburg toch? De heerser van dit kasteel. En hij gooit je waarschijnlijk terug in de kerker. Voorgoed. Breng hem maar weg. Wij moeten ook proberen prins Schoonburg te zien. Kom nou. Waar is Smulsmurf? Die moeten we eerst vinden. Ik verwet mijn smurf dat als je de beuken vindt, dan vind je Smulsmurf. Want hij smurft eten en... aha, treed nader, jij schooier. Het is niet waar. Toetoe, niet bang zijn. Ik ben niet zo verschrikkelijk als ik eruit zie. Pierenwiet, wat betekent dit? Op je knieën, boertje. Op mijn knieën? Ah, je laat me toch weer vrij, is het niet, grote prins? Op je knieën en vlug een beetje. Oh, veel beter. Schelm, een grote bedrieger ben je. Genoeg, laat mij alleen met deze nietsnut. Ga, nu. Ja, sire. Johan, ouwe vriend. Oh, nu is het ouwe vriend, hè? Hoe kom jij nou hier? Dat hoor je later. Later, altijd later. Ik beveel dat je het mij meteen vertelt.
Goed, maar niet voordat jij me uitlegt waarom ze jou Prins Schoonburg noemen. Nou, kijk eens, Johan. Oh, wacht even. Mijn volk vraagt naar mij. Vanaf vanmorgen gaat dit al zo. Ach, zie mijn dappere volk. Ze zijn toch zo blij mij te zien. Zo is het wel genoeg. Waar was ik ook weer? Oh ja, ik zal je vertellen. Ja, u bent alles erg aardig. Zoals u ziet sta ik hier. Zo is genoeg nu. Ga naar huis. Genoeg. U maakt het mij onmogelijk om er nog een woord tussen te krijgen. Goed, wat ik wou zeggen, Johan. Nou, zie je, uw raadgevers verwachten u nu. Oh, het is niet makkelijk voor een prins. Wacht hier, Johan, ik ben zo terug. Ik zei u dat hij hier moest zijn, grote smurf, want ach, hij... Geen wonder dat die arme kleine prins zo'n honger heeft, hè? Ja, stel je voor, 5 jaar lang opgesloten in de kerker door zijn regent. Ah, korte hoorn. Godzijdank is die tiran er vandoor, hè? Gelukkig viel de prins in handen van de boeren en niet van korte hoorns handlangers. Dus dat blijkt er allemaal aan de smurf te zijn. Maar waar is Johan? Sire, we hebben helaas een gigantisch probleem. Wilt u nog een kussen, sire? Nee, 2! Wat is nu dat gigantische probleem? Het grote probleem is de schatkist, sire. Hij is helemaal leeg. Maar binnenkort bent u de rijkste man van het land. Teken even dit document en wij doen de rest wel eventjes. Dat is mooi. Trouwens, hoe denkt u de schatkist weer te vullen, heren? Zo eerlijk mogelijk. Door verdubbeling van de oude belasting, door het scheppen van nieuwe belasting en verhoging van de boerenpacht. Nee, nee, nee! Dieven! Is dat wat jullie eerlijkheid noemen? Natuurlijk, sire. Dat gebeurt al de hele tijd, ziet u. Stil! Hoe moet ik weten dat jullie niet de schurken zijn die de schatkist hebben geleegd? Ik wil inzagen in de boeken. Oh, sire. Hoe durft u te veronderstellen dat... Stil jij! Ik zeg jou, breng mij ogenblikkelijk de kastboeken. Waarom duurt het toch zo lang? Romulus! Smurfen! Johan, heb jij de prins van Schoonburg gezien? Ja, maar hij is geen prins. Hij is Pierenwiet. Dus dat is de reden waarom Romulus hier is. Hoe zit het dan met de echte prins en korte hoorn? Jullie weten meer dan ik, hoor. Vertel eens hoe het zit. Nou, om een lang verhaal kort te smurfen. Korte hoorn was de regent van de prins, maar toen kwam de dag... Schiet op! Leg maar neer! Nou, hoe zit het met die snor van je? Wat mijn snor? Ja! Ik legde er een knoop in. En ik wil dat die knoop zo blijft zitten. Pierenwiet speelt gevaarlijk spel door zich voor te doen als prins, grote smurf. Wat je smurft, Johan. Wat is dat voor belasting? Hierbij schaf ik die af. En als ik goed lees, moeten er 8.520 kronen in mijn schatkist zitten. Maar. Geen maar. Als dat geld morgen niet terug is, gaan jullie allemaal de kerker in. Begrepen? Deze keer heb je het echt voor elkaar, Pierenwiet. Dat heb ik zeker. Hé, daar heb je de smurfen ook. En Romulus. Dit is geen spelletje, Pierenwiet. Waarom liet je mensen in de waan dat jij de prins was? Ze waren zo verheugd dat ik ze niet kon teleurstellen. Als ik je een smurfig advies mag geven, Pierenwiet, zou ik hier wegsmurfen voordat iedereen smurft dat je niet de echte prins bent. Maar als ik wegga, dan heersen die schurken in het kasteel. En het enige waaraan die denken, dat is geld inpikken. Dan vertrek ik morgen om de echte prins van Schoonburg te vinden. Hij lijkt erg op jou, Pierenwiet. Echt waar? Wat knap moet hij dan zijn. O jee, wat een treurige dag. Ik wil eens wat vrolijks. Ik moet naar de koning, majesteit. Ik ben op zoek naar een schuilplaats in uw... Ho, Pierenwiet. Juist op tijd voor een leuke grap. Pierenwiet? Ik ben Ingelram, prins van Schoonburg. Hahaha, dat is een goeie. Ga eens wat jongleren, kleine prins. Maar sire, ik weet niks van jongleren. Hahaha, oh, Pierenwiet. Je bent er wel in. Ik voel me nu wel weer beter. Laat eens een van je gevoelige liedjes horen. Maar sire, hoe kan ik u overtuigen? Speel, Pierenwiet, speel. Waar ik vandaan kom is heel ver weg. Dwalen moet ik zo waar ik het zeg. Nee, maar jij bent Pierenwiet niet. Dat probeer ik ook te vertellen, sire. Kijk, eigenlijk... Jam, dat was verrukkelijk. En nu wil ik een toetje. 3 dozijn taarten, wat gebak,
en 4, nee, 5 gembercakes. Ja, sire, zoals u wenste. Prins zijn heeft toch zijn voordeel. Sire, jonkvrouw Gwendoline is net aangekomen en vraagt permissie u meteen te zien. Wie? Kan ik hier dan nooit ongestoord eten? Maar jonkvrouw Gwendoline, uw verloofde, sire. Juist! Mijn verloofde! Mijn verloofde! Oh, mijn verloofde, Johan! Hij weet het niet meer. Nee, ik bedoel wel eigenlijk vagelijk. Uw verloofde prins? Mijn felicitaties. Ik had er geen idee van. Nou, ik ook niet. Ik ben zo terug. Waar is dat aardige meisje? Engelram, eindelijk heb ik je gevonden. Johan! Kom, we hebben elkaar zoveel te vertellen. Als ik eraan denk hoe die ellendige Kortenhoorn jou gevangen durfde te houden. Oh, die slechte man. Maar eindelijk zijn we bij elkaar. Maar niet lang. Psst, Johan. Pierwiet, wat doe je daar nou? Johan, ze is geen vrouw. Ze is een furie. Je moet me helpen. Engelram, waar ben je? Engelram. Heb jij mijn kleine prins Engelram gezien? Nee, jonkvrouwen. Oh, waar kan hij toch zijn? Ik ben er helemaal ondersteboven van. Oh, jee. Arme Pierwiet. Laat me u helpen, jonkvrouwen. Dank je. Engelram, waar ben je? Pierwiet, alles in orde? Maar het prins zijn heeft toch ook zijn nadelen? De prins mag dan een jongen zijn, maar zo slim als een vos. Nu moet het geld terug dat we stalen uit de schatkist. Shh, er is iemand op de gang. Is hier mijn kleine Engelram? Dat betekent zeker niet. We kunnen niet meer eerlijk worden, dat ligt niet in onze aard. Ik voel nou wel het gemis van die tiran Kortenhoorn. Ik ben verheugd dat te horen. Kortenhoorn! Zo, dus de jonge prins is nogal moeilijk hanteerbaar. Kijk, eigenlijk... Als jullie idioten mijn kant hadden gekozen... zou je weten dat de schelm in dit kasteel niet de echte prins is. Wat? De boef! Wie is het dan? En waar is de echte prins? De bedrieger heet Pierewiet. De echte prins die schuilt bij de koning, ja. Oh nee, wat doen we nou? Ik heb een plan. Zorgen jullie voor Pierewiet, dan zorg ik voor de prins. Nu, luister en schrijf op wat ik zeg. Heel zorgvuldig. Wil je niet ontbijten voordat je weggaat? Ja, dat doen we, grote smurf. Nee, smulsmurf, we helpen Johan de echte prins te smurven. Ik kom zo snel mogelijk terug met de prins. Nou, waar zijn die 8.520 kronen? Uw spel is uit, meneer Pierewiet. Pierewiet? Ik ben Engelram, prins van Schoonburg. Spaar je adem, we weten alles. Zo, teken dit document dat heer Kortenhoorn recht geeft op kasteel Schoonburg en de omringende landerijen. Waarom? Het is waardeloos als de echte prins terugkomt. Natuurlijk, alleen hij komt niet terug. Kortenhoorn ontfermt zich wel over hem. Hij is vertrokken naar het kasteel van de koning. Verraders, ik teken nooit. Waar is onze prins? Wacht maar tot mijn volk hoort van jullie verraders. Dierbare mensen! Ze weten nu dat je hen voor de gek hebt gehouden. Teken of je wordt aan hen overgeleverd. Kom dan alsjeblieft. We hebben hem op zijn voeten. Geef mij maar de stop. Dit is meer wat voor Johan. En daar is hij veel beter in. Boeren, blijf daar niet staan. Ja, we pakken hem. Ik kan hem maar beter smeren. Daar heb je hem. Pak hem. Dit wordt moeilijk. Heel erg moeilijk. Oh, nee. Engelram. We hebben hem. Pardon, vrouw Gwendoline. Engelram, wat betekent dit? Au revoir. Engelram, kom terug. Waar ben je? Hey, hierheen. De bedrieger is hier. Om hieruit te komen heb ik veel geluk nodig. Nou hebben we hem. Hij blokkeert de deur. De buik erin. Veel te hoog en die deur houdt het ook niet lang. Romulus, vlieg! Mama! Hij gaat er vandoor. Zadel de paarden. Wij moeten hem krijgen. Als
ik nou de echte prins was, waar zou ik dan heen gaan? Nou, naar iets veiligs en smurfigs. Juist, Smurfin. Zoals naar ons kasteel. We kijken daar eerst. Romulus, waarom heb je Pieruit verlaten? Omdat we allebei Schoonburg verlaten hebben. We moeten naar de koning en de echte prins, voordat Kort te horen er is. Wil je echt niet blijven, Engelram? Nee, dank u, sire. Ik kreeg bericht dat thuis alles in orde is. De tiran Kortehoorn is nu het land uit. Vaarwel! Dank u, sire, voor uw koninklijk onthaal. Opmerkelijk zoveel als hij lijkt op Pieruit. Maar wel wat beschaafder. Arme man, hij lijkt wel ziek. Zo, goede man, ik breng je ergens heen. Nee, jij gaat nergens heen. Kortehoorn, maar jij... Jij bent mooi in die nepboodschap van Boris gestanken. En nou... Pieruit tot uw dienst, prins. Pieruit! Wat is dat nu? Een stam, suffert. Dus dat is Pieruit. Wat een moedig klein baasje, zeg. Zo! Johan, kijk. Daar, daar heb je de bedrieger. Wacht even, het zijn er twee. Ik krijg je wel. Kom hier, jullie. Oh, jij vuil gemeen mens! Niet nog eens, niet nog eens! Hij vindt zeker dat boomstammen hem goed staan. Nou ben je er toch werkelijk bij? Oh ja? Romulus! Wat vind je van die appels? Die knul met die valk is Pieruit. En Kortehoorn achtervolgt de echte prins. Schiet op! Nu is het uit, Engelram. Nee, nog niet, Kortehoorn. U bent veilig, sire. Maar u heeft wel nieuwe raadgevers nodig. Die drie die hebben het hazenpad gekozen. Hoera! Lang leven Schoonburg! Lang leven Schoonburg! Mijn beste mensen, ik ben blij dat ik weer terug ben. Typisch een echte prins. Zie je hoe die naar het raam rent, telkens als ze juichen? Ha, ik wil ieder van jullie een kleinigheid geven. Aan jou, Johan, mijn vaders zwaard. Het is uniek. Sire, wat een eer. En jouw geschenk is van nog grotere waarde, Pieruit. Dat hoop ik dan. Is het eetbaar? Nee, je raadt het nooit. Het overtreft je stoutste verwachting. Echt waar? Ik schenk je vrouwe Gwendolyn ten huwelijk. Mijn kleine prins, ik heb je. Au! Pieruit, dat was maar een grap. Waar is je gevoel voor humor? Ja.